Zuidpoort heeft het begrepen. De stad wordt overspoeld. Breng deze mensen naar de boten. Ja, heer. Ik moet naar de haven. Is er een andere route? Ja, heer. U kunt door de krottenwijken gaan. De Britten komen eraan! Uit de weg! Ik ben zwart en ik sla die honden er eigenhandig uit! Waar zijn de evacuatieboten? Het is opgesloten! Help!
zoveel bloed. Vitalion geeft het sein tot terugtrek. We moeten terug naar het gerechtsgebouw. We kunnen niet verder. Al een hele tijd niet. Ze hebben gedekt opgestelde boogschutters. Die barbaren geven niet op. Kom op, mannen. Laat ze zien hoe sterk onze schilden en hoe scherp onze zwaarden zijn. Mannen, schilden, handhaaf testudo. Houd het zo. Hier gaat de rechter. Oh ja, schilden. Houd op, houd op. Schilden, mannen. Houd op. Vasthouden. Verzamel iedereen die over is en trek je terug. De rest houdt de brug open voor de terugtocht. Ik ga naar Vitalion bij het gerechtsgebouw. Ja, ja, ja. Thank you.
aanval. Marius, kom. Volg mij. Misschien gunnen de goden ons nog wat respijt. York is verloren. We moeten zoveel mogelijk van onze mannen weg zien te krijgen. De rivier is de enige uitweg. We zetten ze op het schip uit Rome. Het is gepantserd en kan elke aanval van de barbaren weerstaan. Nee, ze zullen op de andere boten moeten. Commodus en zijn bewakers zijn ontsnapt met het oorlogsschip. Ze zijn als eerste gevlucht, waren als eerste uit de haven en schopten vrouwen en kinderen aan de kant. Status van onze verdediging, soldaat. We zijn afgesneden van alle districten en proberen de bruggen te houden. De meeste manschappen zijn al geëvacueerd. Mooi. Als alle manschappen veilig zijn, evacueren wij met de laatste boot. Begrepen? Tot uw orders. Marius, deze kant op. We moeten de Senaat op de hoogte brengen. Iemand moet boeten voor wat Commodus heeft gedaan. Inderdaad. Neem de leiding, Marius. Ga naar onze mensen op de brug en haal ze terug. Ik leid de evacuatie van hier.